Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Vandaag ben ik op de plek waar ik de vorige keer ben geëindigd, omdat ik vandaag verder wil met de reis, de rondreis in de wereld. Ik ga vandaag hopelijk de Trail Runes zoeken, de Sniffer Egg bemachtigen en eigenlijk de twee smithing templates van de Ancient City. Als je misschien denkt dat mijn stem een beetje anders klinkt, dat kan kloppen, want ik heb een andere manier hoe ik nu mijn stem doet opnemen. Omdat ik het vaak via mijn opnameprogramma deed en als ik de chunks ging laden ging het fout, zoals je wel weet, gebruik ik nu een apart programma om mijn stem op te nemen en het beeld. Dus dan misschien kan ik dat beter doen. Dus nu geen gelul meer, wij gaan verder waar we gebleven waren. Let's go. Ik wil een beetje blijven bij dit, hoe noem je dit? Deze bossen, deze forests. Kijk, er is vast nog wel lag in het beeld, maar dat kan ik oprecht gewoon niet herhalen. Oké, misschien zit een snow biome of een mountain biome. Oké, nee, dit is echt eigenlijk totaal... Oh, wauw. Een pillager outpost, ook goed. Spannen daar ook smithing templates? Ik heb eigenlijk geen idee. We gaan wel eventjes kijken. Oké, even snel kijken in de kist. Een goathorn. Kijk, die had ik wel gehoopt om te vinden hier. En een enchanted golden apple. Of een enchanted bottle. Wauw, alweer. Oh. Oh. Ja, oké, in deep dark. Nou, oké, we gaan het avontuur voortzetten. Allee. Oh nee, oké, geen allee. Allee. Serieus, is het nou weer een mega taiga biome? Halleluja, hoe vaak krijg je die nou weer in mijn makkers gedouwd? Bakkers gedouwd. Jezus, die krijg ik veel. Dat is echt al de zoveelste biome. Ah, shit. Sinds wanneer, waren er wel... Ja, dus die grote taiga biomes, die hebben we toch wel erg nodig. Ik wil hem zo graag. Oh, what the hell? Oh my god, what the fuck? Golden apple, die neem ik ook mee. Gunpowder hoeft niet per se. En oké, die neem ik ook mee. Oh, ik ben helemaal hier. Wauw, ik heb gewoon, ben gewoon terug gaan vliegen. Aha! Please be the one. Nee, ofwel. Ja! 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 Wegwezen hier. Ja, een ruin. Hier is succent. Oh. Oh, we hebben ook een pottery shard. Dat is ook zeer zeker welkom. Hier was er een. Let's go. Weer een pottery shard. We hebben nu drie versies. Een pottery shirt. Ik zeg elke keer volgens mij shard nog steeds. Oh, hier een. Hoppakee. Ja, de sniffer egg! Ja! Oh, yes! Finally! Oh, dat heeft zo lang geduurd. Nou, heel eventjes de kist bekijken. En dan... Oh, we hebben hier wel! Oh! Ik was even vergeten, maar dat is hier wel dus zo. En we hebben Sing! Holy shit! Zo, ik zal jullie even een update geven. Ik sta hier op een birchboom. En ondertussen ben ik, zoals je ziet, 12.000 blokken ongeveer verwijderd van de base. En ja, het is gewoon zo lastig om de ene True Ruins te vinden. Ik heb wel door totdat het me lukt. Het maakt me echt niet uit hoe lang het duurt. Het moet me gewoon lukken. Dus ondertussen loop ik even hier naar de shipwreck die ik zie staan. Nou ja, meer zie liggen eigenlijk. Want dat is toch wat loot. We hebben geen vangst hier. En dan eventjes kijken in deze kist. Nee. We hebben wel iron en vooral emeralds. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkst. Dus we gaan eventjes naar de surface nu. Dus eventjes een kleine pauze tussen al het geëdit en al het kleine gedeeltje van de aflevering. Want ik heb geëdit nu en ik ben 3 minuten pas bezig eigenlijk.
Voor mijn echte gevoel, meer dan een uur. Dat is ook echt zo. Maar ja, als je niet veel tegenkomt, dan kun je er allemaal uitknippen. Ik heb wat turtles gevonden nog. Dus dan ga ik even mijn laatste turtle shells of turtle egg verzamelen. Want ik heb er tot nu toe maar één. Maar om het eigenlijk turtles te farmen heb je natuurlijk er twee nodig. Dus. Guys, go fuck with each other. Oh, er is hier een mini-turtle. Ze zijn er meteen al bezig, jezus. Wat zo cute. En ja, ik zie hem wel. Oh, ik hoorde ze. Ja. Even kijken. Drie. Oh. Dank u. Ja, ik bewaar er één. Gewoon puur voor de... Dat ik zo aardig ben. Dat jullie toch nog wel kinderen kunnen krijgen. Oh, dit is een pottery shirt. Let's go. Beleed voor de zoveelste keer. Ja! Yes! Oh, eindelijk! Oh. Oh, er is daar ook nog een village. Holy shit. Fucking hell. Jezus, dit duurde me jeetes de lietes lang. Ha, oké, daar gaan we. Wat is dit? Yellow dye. Op zich wil ik elk ding wat ik vind hier, wil ik wel bewaren. Dus dat ga ik ook eventjes doen. Wat krijgen we hieruit? Een gold nugget. Wel, daar word ik blij van. Pink stained glass pane. Nou, daar word ik ook echt helemaal blij van. Even kijken, wat is dit? Oh, what the fuck is dit? Oh, dat is een candle. Ik dacht echt, wat is dit? Nou, ah, dat is ook nice. Die heb ik eigenlijk ook nog niet. Yes, een pottery shirt. Ik moet eigenlijk eventjes opzoeken hoeveel er zijn hier. Zeven maar liefst. Oké. Wat is dit nou? Oh, dat is een smithing template. Oh, gewoon de reactie. Wat is dit nou? Oh, lekker. Oké, we hebben er... Is het hier eentje? Of gaat dat... Ah, kut. Er is hier een kamer. Er is hier een kamer. Er is hier iets. Er is hier iets. Een pottery shirt. Oké. Dat is een leuke, denk ik. Even kijken. Wat ga ik droppen? Ik denk horse dirt en dirt uiteindelijk. Burn. Oké, dat is een hele coole vindst. Een smithing template. Ja, het is een andere. Let's go. Er moeten er nog twee. Pottery shirt, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, dit is hard. Heartbroken, dat kan ook. Nee, hard, hard. Oké, wauw, nice. Hier is niks meer. Het gaat hier ook door, ja. Het gaat hier zeker door. Goed om te weten. Haha. Een extra doorgang. Is het een nieuwe? Dit is een nieuwe, denk ik. Even kijken. Ja. Hoi. Let's go. Zo, oké. Ik heb hier even een base gebouwd. En op zich... Ja, is wel nice. Ik blijf hier even lekker zitten. We hebben hier... Oh, een spinning template. Please, geef me een nieuwe. Ja. Let's go. Oh, relic. Oh my god. Ja, we hebben relic. We hebben relic. Wel weer een loom. Alweer trouwens. Hier was er ook al een loom. Ja, oké. Nu maken ze kleding of zo. Beetje lore achterhalen. Oké, we gaan deze even openen. Want ik zie dat dit er eentje is. Dit is een brown candle. Oftewel een drol. En dit is een... Jee. Ah, een pottery shirt. Eindelijk. Welke is dit? Dit is... Oh, een nieuwe. Let's go. We hebben nu... Chef? Chief? Ik denk chief. Hey, een smidding Ah, ik breek er weer een. Oh, dit is weer een smidding temp... Plopper. Oh, wat was dit? Oh, dat was Wayfinder. Vier keer. Oh! Ja, we hebben ze allemaal! Oh, yes! Oh! Wat hebben we hier? Oh, een shirt. Is het Broken Heart? Ja, dat is Broken Heart. Oh, cool. Moeten nog twee? Één, nog één. Oh, is dit één? Dit is een pottery shard, de laatste. Ja! Zo, daar ben ik weer. Ik ben nog steeds in de True Ruins. En ik was daar bezig. Ik heb al een stuk uitgehakken hier.
Want volgens mij wat het laatste wat jullie gezien hadden was de cartographer table hierboven. Waar ik de laatste pottery shirt heb gevonden, de friend. Hier was ik toen bezig en toen crashte mijn game. Bij dit dirtblokje of gravelblokje en toen ja, was het klaar. Maar gelukkig was ik niks kwijt. Alleen een kleine setback dat ik brushes had gemaakt. Maar ik heb ze dus weer opnieuw gemaakt en ik heb nog één extra brush nu. En ik heb hier dan de ingrediënten daar nog van in liggen. Dus nu ga ik alle pottery shirts, nou ja trouwens, ik kan ze net zo goed bij me houden. Wou ik zeggen opruimen, maar dat gaan we niet doen. Dit haal ik allemaal bij me, want we gaan nu de laatste dingetjes opengooien. En ik heb nu gewoon wel weer normaal mijn stem aan het opnemen, want volgens mij heeft het niet zo heel veel zin om dat apart via Audacity te doen wat ik eerder deed van deze aflevering. Want ik beweeg nu toch niet. Ik ben alleen maar hier. Dus dan maakt het niet heel veel uit. En ja, ik kom heel dichtbij. Vind je dat eng? Ja. Ik ben hier. Ik wou net zeggen, ik ben benieuwd wanneer dit eindigt. Maar volgens mij eindigt het hier. Ja, we hebben het einde bereikt. Oké, hier dan. Ik heb wat items gedupliceerd. Doordat de game gecrashed had en ik dit wel hier in had gedaan. Al deze items, dacht ik al. Ik had alles vergeleegd. Het ging ik hier verder. Maar had hij mijn oudere inventory ding onthouden. Maar de nieuwere wereld dingen. Dus heb ik deze twee keer. Ga ik die verwijderen? Ja, ik zal deze spullen niet gebruiken, jongens. Het is cheaten. Ik leg het hier op de grond. Mis ik helemaal niet. Nou ja, het zal wel. Heel jammer. Het was leuk geweest als ik die andere dingen extra kon hebben. Maar helaas. Dat is apart. Ja, dat is zeker apart. Want alles zit hierin. Ja, dat is waar. Oké. Goed. We gaan verder. Ik heb helemaal geen items gepubliceerd of zo. Dat is echt gek. Ik had gekeken, maar ik heb nog steeds gewoon goed genoeg free disk space. Dus daar lag het ook niet aan. Maar goed, we gaan weer hier verder. Ja, dat was een tjus gravel. Fijn. Wat krijgen we hieruit? Yellow dye. Daar begonnen we helemaal mee. Ik ben bang dat dit zo meteen eindigt. Dat dit het einde is van de True Ruins. Nou, zou ik dat niet heel erg vinden. Oké, okay, misschien toch wel. Maar het stopt hier echt. Ah, niet helemaal, denk ik. We gaan er heel even doorhakken. Ja, dit was het. Oh. Dit is het einde. Het is voorbij. Dat klinkt ook wel heftig. Maar, oké. Okay. Wel, dat was het dan weer voor de True Ruins. Ja, ik kan zeggen, ik heb al die blokken hier bewaard, maar het is echt jezus veel gravel. Ik ga denk ik alleen wat packed mat meenemen. Die meenemen, die meenemen, die meenemen en die meenemen. Ik ga boven wel even een portal plaatsen. Of althans, dat kan ik letterlijk ook hier doen. Dan kan ik in ieder geval terugkeren naar deze Trail Ruins. Oké, okay, bekijk even de coördinaten dan aan de andere kant, want ik zie ook nu pas dat mijn datapack is gereset. Dan kijk ik daar even naar de andere kant. En dan kijk ik welke coördinaten dat zijn. En dan kan ik daarna ooit terugvliegen hier naartoe. Als ik dat zou willen. Oh my god! Ik ben hierin gespawnd. Nou ja, ik moet toch nog deze ene smidding template hebben hier in de fortress. Dus ik ga die wel even zoeken. Wat is de kans dat ik hier ook in spawn? Wat de hel? Wel cool, maar. Oh, ik zie een kist. Ik zie een kist. Yes! Oké, okay, woehoe! We hebben RIP Armor Trim. Let's go! Oké, okay. Ja, ik denk dat dit het al was. We gaan terug naar de overworld. Want ik wil even weg hier. Want we gaan verder op zoek naar de laatste Sniffer Egg. Oh my god, wat de... Hoppakee, de Smidding Template... collectie is uitgebreid. Volgens mij hebben we ze bijna allemaal nu. Alleen de Asian City niet. Oh, jezus, die moet ik ook nog halen. Even de collectie uitbreiden. Deze
komen nu hierbij. Hapsakee. We hebben ze echt bijna allemaal. En deze ook. Hoppakee. Wat een collectie. Wat een collectie. Bijna allemaal. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oké, we missen ze van de Desert Temple nog. En van de Desert Well. Voor de rest hebben ze eigenlijk allemaal. Oké. Dan ga ik weer op zoek naar de allerlaatste Sniffer Egg. En denk ik de Smithing Templates. Eventueel. Oké, ik ben in de desert beland en eindelijk ben ik een desert tempel tegengekomen. Zo ben ik echt 1 of 2000 blokken verder naar de Twirl Ruins van eerder. En ga ik deze dus eventjes helemaal uithakken, uitgraven. Ik ben benieuwd wat we kunnen vinden. En deze is trouwens echt laag gespawnd. Wauw, dat heb ik echt nog nooit gezien trouwens. Dus we gaan even via deze ingang naar binnen. Zo. En. Cool. Oké, deze even torches plaatsen zodat hij niks spant. Want ja, dat kan wel gebeuren, namelijk. En hier ook even. Zo. Oké. We gaan denk ik eerst even. Nee, dan gaan we later kijken. We gaan eerst even hier kijken. Want volgens mij, als ik even naar mijn. Want ik heb ze ook even gekleurd. Smithing templates ga. Heb ik van de desert temples er nog niet, toch? Nee, inderdaad. Dus daar ga ik later kijken. Ik ga eerst even deze uithakken. Is het aan allebei de kanten of is het alleen hier? Nee, het is alleen hier. Oké. Ik zit hier alleen. Eén sus sand. En we hebben meteen een pottery shirt. Nice. Volgens mij is er. Ik weet niet hoeveel soorten hier zijn. Dat moet ik eigenlijk weer even opzoeken. Oh, en ik kwam achter dat ik zonder fullscreen speelde. Sorry voor dat kleine stukje dat ik dat niet had gedaan. Het zijn er weliswaar vier. En dan de Desert Well heeft er één. Dus dat is goed om te weten. Oh, we hebben meteen weer de volgende. Ik weet niet of dat een nieuwe is. Even kijken. Volgens mij wel, hè? Ja! Oké, dus moeten er nog twee. Volgens mij zijn dat namelijk de eerste die toegevoegd waren. Dat was ook hier. Hoppakee, TNT. Niet dat het heel belangrijk is of zo, maar goed. Oké, we hebben er twee op deze verdieping. Ik denk niet dat we ze allemaal zullen vinden hier. Maar dat is niet heel erg. Oh, we hebben er nog één. Is dat een nieuwe? Volgens mij wel. Ja! Alleen nog. Welke nog meer? Ik weet niet welke we missen, maar dat zien we zo wel. Volgens mij eentje met een poppetje of zo. Oké, loopt dit nog door? Nee, niet hier. Oké, dan kunnen we even gaan kijken hieronder. Because why not? Kunnen we wel deze even. Oh, dat is de verkeerde. Dit ook zo eens even droppen. Kunnen we deze volgens mij even pakken? Ja. Nou, trouwens, doen we zo wel, want we moeten er nog maar één. Dus ja, dan gaan we even naar beneden. Gelukkig hebben we die even gebroken, want anders gingen we zo meteen dood. En oké, we hebben wel wat items. Even kijken. Oh my god, een enchanted golden apple. Wauw, dat was een onverwachte vondst. Ik weet het niet. Iron, boeit niet. En geen dune. Oh, dat is echt balen. Oh ja, een desert well. Yes, oké, wacht even. Oh, en hier is misschien wel een ancient city. Maar even kijken. Ja, pottery shirt. Pottery shirt, de laatste. Ene laatste eigenlijk. We hebben arms up. Dus we moeten er nog één van de desert temple. Zo, zoals je hier ziet ben ik in een desert village. En ergens daar is de Kaimil en daar een andere village. Dus ik wil graag die uiteindelijk gaan linken om daar dus mijn andere camel te halen om ze thuis te brengen. En, oh, we hebben Sing! Hey! Oké, en we hebben natuurlijk de twee andere weer van de outpost. En enchanted ding. Leuk. Het vliegen is zo saai. Wanneer krijgen we nou. Oké. Nee, oké. Ik hou mijn mond wel. Ik heb er één gevonden. Laat maar. Yay, gunpowder. Oh, we hebben weer een pottery shard. Het is. Oh, is het een nieuwe? Ja, we hebben een nieuwe. De skull. Ja.
Oké, ja, dan ga ik de rest wel even looten. Ik weet niet of dit hoeft te zien. Maar oh, we hebben weer een Bot Richard. Wacht even. En. Oh, dat was weer minor, denk ik. Ja, goed. Nou, ik ga de rest wel even doen, want dat hoeven jullie denk ik niet te zien. Let's go. Nog één. En, oké, niks. En, oh, ja! We hebben Dune! Let's go! Oh, ik heb geen inventory plek. Kut. Oké, lekker weg hier. Oh, kut, kut, kut. Ik moet weg. Oh. Yay. Het avontuur richting het westen komt hierbij ten einde. Ik heb nog wat laatste spulletjes gevonden in een desert well, in een desert temple, maar helaas geen sniffer egg meer of de allerlaatste pottery shirt van de desert well. Bovendien sta ik nu hier op een strand met mijn shulkerboxes en een klaargezette netherportal om terug te reizen naar de base, waar ik al heel lang niet meer ben geweest. Voor mij is dat 2 weken geleden, want ja, dat tijdspan dat ik het opneem is ook natuurlijk een groot tijdsverschil. En nu met al deze shulkerboxes ga ik terug. Ik laat jullie even zien wat deze reis me heeft gegeven. Heel veel aparte items vanaf allerlei kanten van de base. Van de base. Van de wereld. Ook hier alle smithing templates die ik heb kunnen bemachtigen. Inderdaad ook hier de Dune Armor Trim van de Desert Temple. En ook alle pottery shirts behalve de allerlaatste van de Desert Well. Dit neem ik mee, want ik ga terug naar de base. En dan ga ik jullie vertellen nog nu wat ik nog mis uit mijn collectie. Naast natuurlijk ook deze hele shit ding die ik heb gevonden. Uit de Tier Runes moet ik nu nog 1 sniffer egg om sniffers te verzamelen. Plus moet ik de smithing templates nog van de Ancient City. Dat zijn er 2. Plus van een stronghold. En van een Ant City. En naast dat dus nu de Desert Well. Pottery shirt en een sniffer egg. Dat allemaal ga ik nog doen. Want dit is absoluut niet het einde van de aflevering. Ik wil alles hebben van 1.20. Naast de camel, die gaan we in een andere aflevering naar de base brengen. Want ik heb daar dus heel wat ver terug wel een portal geplaatst. Dichtbij 2 desert villages. Nu ga ik terug naar huis. En jullie zien mij daar. Want wauw, ik heb de base lang niet meer gezien. Let's go. Back to home. Voor even maar. Oh my. Holy damn, dit is hoog. Er is hier een strong op. Zie boven ons. Oh mijn god. Serieus? Oh, dat is heel erg boven ons. Dat is ook echt erg. Jezus. Nou, waar zit de kist? Nou, daar is de kist. Finally. 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 Oh my god. Oké, ik wil hier meteen weg. Ik wil hier meteen weg. Oh, wow. Oké. Well. Ik weet niet waar ik vandaan kwam. Hier. I guess. Tot nooit meer ziens. Kutstrongholt. Ik ga verder op zoek naar de allerlaatste items van de update. Welkom bij de laatste aflevering. Oh, wat? Nee! Welkom bij het laatste deel van de aflevering. Ik ben weer bij de base, eindelijk. En ik heb wat verder afgemaakt door dit dicht te maken. Want. Dead. En als je denkt, ik hoor wat. Op de achtergrond. Ja, dat klopt. Het is noodweer in Nederland. Het waait. Dus dat kan ik niet echt weghalen. Snap je? Dus ja, dat hoor je wel. Maar ik wilde even mijn laatste dingetjes fixen. Want ik heb bepaalde dingen die gewoon echt gefixt moeten worden. Voordat we echt door kunnen gaan aan dat. Ik ben al flink bezig, zoals je ziet. En ik wil echt dit binnenkort afmaken. Tenminste, ik ga door. Like, er zijn zoveel items hier in de kist. En. Dat ik gewoon niet weet wat ik ermee moet doen.
Dus ik dacht, ik ga wat extra chocoboxes maken. Ik heb hier allerlei aparte items in. En ik dacht, laat ik het in een andere kist gaan doen. Even kijken, zo. En misschien goat horns ook. Maar dit is tenminste de special kist. Zo, en dit wordt dan de head kist. Kijk, dan kan die heads kunnen erin. Dan kan dit hierin, dit hierin, dit hierin. En dan maak ik even disc 5. Hoppakee. Dus die kan dan ook bij de collectie. Nope. Al mijn obsidian is op. Dan maakt het niet heel veel uit. Want dan ga ik even naar de end. Want ik wil toch nog even mijn Elytra eventjes repairen. En mijn axe. Dat geluid doe even uit. Want nu ga ik even doof worden. Wee. En niet doodgaan alsjeblieft. Jezus. Nou, dat duurt even. Doei. Als ik nou Sweeping Edge 3 had, dan kon het veel sneller gaan. Maar ja, helaas. En dan ga ik nu heel even op zoek naar toch mijn Sweeping Edge 3 boekje. Deze wil ik heel eventjes eruit halen. Want waarschijnlijk kan ik dat niet inzetten. Zeker of wel. Wacht even, misschien kan het wel. Oh joh, nou joh. Soulspeed 3, wat nice. Nou, heb ik ook meteen. Oké, dan gaan we nu richting het westen. Want volgens mij is dat de enige kant waar ik nog niet echt op ben geweest. Ik ben die kant op geweest. Ik ben die kant op geweest. 2 keer. Ik ben die kant op geweest. Maar nog niet echt die kant. Wel die kant, maar niet die kant. Dus ik ga die kant op. Je weet wel die kant waar je niks kan zien. Want dat is void. Nou, tot zo. Oh, yeah. Oh, oh. Oké. Ja, nee, dat moet ik nooit meer doen. Nah, nee. Woepsie. Gelukkig heb ik het Totem of Undying. Oh. Yes. 1 lootplek, 2 lootplek. Volgens mij 5 lootplekken. Oeh. Dat is een goeie. Oké, dit is een goeie. Dit is een goeie. Oh. Wat is dit? Hier is niet goed. Hier is iets niet goed gegaan. Maar het zal wel. Oh, dus ook de andere kant. Shit. Holy shit, hoe weet ze dat ik hier ben, joh? Yes, oh mijn god, we kunnen hier weg. Oké. Let's go home. En dan gaan we de Ancient City zoeken. En nog de laatste Sniffer Egg en de laatste Pottery Shirt. Woe! Yes, ik heb er een gevonden! Oh, hier kom ik vandaan. En ik ging hier zo kijken. En let's go, baby! Deze doet echt zelfmoord. Maar ik hoop het niet. Oké, let's go. Oh, ja! Oh, yeah! We hebben Enchanted Gold Apple onderweg. En we hebben de ward! Dus die hebben we. Lekker! Ik neem wel gewoon even soltoortjes mee, want waarom niet? En Elite. Oké, top! Oké, dit is echt super nice. Dit is echt super nice. Dit is echt super, super nice. Moet alleen nog die andere te hebben. Dan hebben we ze allemaal! Hoho! Ja, de Stiffer Egg, helaas. Dat wordt hem gewoon niet. Ik vind hem gewoon niet. Oh, deze plek. Ja, nee. Ik wil oprecht gewoon geen andere Asian City meer zoeken. Ik wil naar huis. Ik wil in de volgende aflevering gewoon de base bouwen. En gewoon die Sniffer Egg maar een andere keer zoeken. Ik heb er geen zin meer in, oké. Kijk, ik kan dit proberen in te bouwen. Er is gewoon geen... Nee, er is gewoon geen mogelijkheid. Nou ja, fuck it. Oké, hij is er. Well, fuck me. Fuck. Go. We need to go. We need to go. Waar is de fucking cave waar ik vandaan kom? Toen keek ik zo, ja. En toen... Ja! Go! Yes! Oh, we kunnen weg, 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 we kunnen weg. Ah, ik ben op het moment aangelopen dat ik niet weet of ik verder wil. Ik ben nu op de coördinaten min 11.000. Dat is 8.000 blokken ongeveer van mijn base verwijderd. Maar ik weet het gewoon niet. Ik heb nu 2 Asian Cities bezocht. En waarbij ik in totaal dus 6 Ward Armor Trims heb
bemachtigd. Bovendien heb ik natuurlijk wel wat andere spulletjes bemachtigd. Ik heb ook een Sweeping Edge 1 boekje, dus dat is gelukkig bijna dan Sweeping Edge 3, want ik heb natuurlijk nog een Sweeping Edge 2. En als ik dus nog een 1 heb ik gelukkig de 3. Maar ik weet het gewoon niet of ik verder moet gaan voor Silence. Ik wil Silence, maar ik weet niet of het me nog gaat lukken. Hoe lang ik er nog over ga doen. Ik wil de aflevering ook af hebben. En dat is dus meer het ding waar ik tegenaan loop. Het is ook niet dat ik jullie kan roepen zo van, yo, wat willen jullie? Want ja, dat gaat niet. Dus ik ga ondertussen heel even wat skulk plaatsen. Wat ik even hak, zodat ik mijn Elytra wat repareer. Zo. Dat namelijk helpt redelijk, denk ik. Dus ik hoop gewoon dat het kan. Dat ik er nog eentje ga vinden. En dat die de ware is. Want ik moet op een gegeven moment ook terug. Ik moet op een gegeven moment deze aflevering klaar hebben. Ik wil op een gegeven moment ook gewoon klaar zijn. En ik denk dat dat wel logisch is. Dus ik haak het nog even weg. En dan ga ik nog wel één keer op zoek naar een Ancient City. En misschien heb je niet mijn reactie dat ik hem vind. Want misschien doe ik het zeg maar niet opnemen. Want anders moet ik zoveel opnemen. En dan het stukje terugvinden is. Je bek houden. Kan ik je ergens anders mee helpen? Je bek houden. Kan ik je ergens anders mee helpen? Stop! Er is hier niets te stoppen. Controleer of het apparaat. Oké. Siri, dank je. Nee, oké. We gaan verder. Goed, dat is gezegd. Ik ga nu verder op zoek. En hopelijk vind ik hem nog. Want ik heb niet per se heel veel eten, maar mijn Elytra begeeft het ook. Als ik geen Ancient City meer vind. Dus ik zie jullie zo meteen weer bij de outro. Oh nee, Siri is weer aan. Oh nee. Momenteel is het gedeeltelijk bewolkt en is het 17 graden. Je kunt bewolking verwachten vanaf de middag. De temperatuur is redelijk constant, gemiddeld 20 graden. Heb ik om het weer gevraagd? Nee. Heb ik om jou gevraagd? Nee, al helemaal niet. Na weer heel lang zoeken, want je ziet dat ik wel wat flink ver van me bezig af ben. Misschien niet heel ver, maar gewoon wel wat. Ik vind gewoon geen Ancient City. Dat is ook al gewoon een ding. En dan de kans om de Silence Armor Trim te vinden is klein. Dus hierbij geef ik op. Helaas is mijn missie niet gelukt om ze allemaal te verkrijgen. En dat is jammer. Maar het zal in de toekomst vast nog wel lukken. Ik ben op een bepaalde plek en ik dacht, dit ga ik zeker even behouden. En het eigenlijk het liefst connecten als we in een aflevering bezig gaan zijn met de Nether Hub. Want ik heb een plek ontdekt. Een hele mooie plek. En ik loop naar buiten en langzaam zul je achter me zien dat het een berg is. Maar niet zomaar een berg. Want als ik mijn camera omdraai, dan zie je dat de berg helemaal ronddraait. Dit is zo ontzettend gaaf. Ik zit in een soort krater. Het lijkt alsof dit vroeger een vulkaan was. Maar wat nou als ik die wat als werkelijkheid ga maken? Dat ga ik even in mijn hoofd bedenken. Wat als dit, jawel, een vulkaan wordt? Wie weet, dat zie ik later wel. Ja, ik heb Emerald Blocks gebruikt om de Nether te portal te maken. Ik heb gewoon geen andere blokken. Ik kon wel makkelijk, ja nu wel, maar ik kon wel makkelijk andere dingen doen, maar goed. Ik zou ze wel eventjes vervangen. Ik heb ook nog twee Sentry Armor Trims gevonden. Een Golden Apple en nog een Goathorn. Als goed is hebben we deze ook. Ja, maar in ieder geval zullen we deze in de volgende aflevering wel wat gaan zien. Het is een kleine tip, want de volgende aflevering ga ik de storage alvast bouwen. En ik heb eigenlijk heel wat meer Dark Prismarine nodig voor de base. Misschien dat ik er een ander blokje voor ga gebruiken. Maar goed, ik hak deze even weg. Even met Silk Touch natuurlijk. Ik kan het helaas niet oppakken. Maar ik kan wel zeggen dat ik even iets drop, zoals de seeds. Dus hierbij is dit de aflevering. Helaas
We hebben drie dingen niet kunnen bemachtigen. Een laatste sniffer egg, de laatste pottery shirt en de laatste smitting trim, oftewel silence. Helaas. Maar in ieder geval, ik zie je bij aflevering 11. En misschien wel eerder bij de 1 tot 10 special. Want dan ga ik de allerbeste momenten voor jullie editen. Dit was het. En tot de volgende keer. Later en joe. De joe joe.